Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. We hebben te maken met wolken boven ons land, met name in het zuiden en oosten. In het noorden en westen af en toe nog een gaatje in dat wolkendek. En verder neemt de kans op buien uit de bewolking geleidelijk toe. Daar kan ook onweer bij voorkomen vanavond. En dan dalen uiteindelijk de temperaturen tot net iets onder de 20 graden. In de nacht wordt het weer op veel plaatsen droog. Er komen wat opklaringen voor hier en daar. Maar koud is het allerminst. 15 graden de minimumtemperatuur in het noordoosten, en 17 of 18 in het zuiden van het land. De wind begint voorzichtig al wat te draaien. En morgenochtend draait de wind via Zuidoost, uiteindelijk in de middag naar Zuidwest. We hebben nog temperaturen van 20 of 21 graden in het noordwesten van het land. En in het oosten kan het lokaal nog 25 graden worden. Eerst op veel plaatsen droog weer. Misschien een klein beetje zon in de loop van de dag toenemen de kans op een bui en vooral in het oosten en noordoosten kunnen die buien pittig uitpakken om weer daarbij en misschien lokaal ook wel erg veel regenwater. Maar het is allemaal wel nog heel onzeker wat er morgen in de loop van de dag precies gaat gebeuren. Wat wel zeker is, is dat na morgen de wind uit een westelijke richting waait en daarmee minder warme lucht het land in stroom. Donderdag 20-21 graden, vrijdag ook dat soort temperaturen met vrij veel wolken, af en toe een bui, geen extreem grote hoeveelheden. En in de loop van vrijdag misschien weer wat meer opklaringen. In het weekeinde ligt de temperatuur zelfs onder de 20 graden. En vooral zaterdag vallen er nog een flink aantal buien. De temperatuur gaat vanaf zondag langzaam weer in de lift komen. Dat gaat samen met meer opklaringen en een lagere kans op neerslag. Dat betekent dat het weer zich dus na het weekeinde geleidelijk gaat stabiliseren. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.